Goedemiddag. Wij gaan verder met hoofdstuk 11 en we gaan dat doen door de derde paragraaf te behandelen. Die gaat over de spectraalanalyse. We zijn in paragraaf 1 zijn we gaan kijken specifiek naar sterren en naar de straling die sterren uitzenden en hoe die in verhouding staat tot hun temperatuur. We hebben daarbij gezien dat sterren die een roodachtig licht uitzenden een stukje kouder zijn en dat sterren die blauwachtig licht uitzenden die een stuk warmer zijn. We zijn daarna zijn we een beetje gaan rekenen met verschillende sterren, met dus, de energie die sterren uitzenden, de hoeveelheid straling die ze uitzenden en de hoeveelheid straling die een planeet zoals de aarde bijvoorbeeld bereikt door middel van de kwadratenwet. Vorige keer zijn we voornamelijk in 11.2 gaan kijken naar een beetje van hoe komen die sterren nou aan een brandstof, wat is hun verschillende levensloop en hoe verandert zo'n ster nou over verloop van tijd van manier van verbranden en hoe treedt op een gegeven moment die energie überhaupt in werking wanneer je het gaat hebben over kernfusie. Dus we zijn daar gaan kijken van hoe worden nou sterren geboren, hoe worden planeten geboren, hoe ontstaan zonnestelsels, hoe ontstaan melkwegstelsels. En dat was een hele lange zit, dus laten we het vandaag een beetje kort en bondig proberen te houden. Wat we gaan doen is emissie- en absorptielijnen van materialen verklaren aan de hand van energieniveaus. We gaan een klein beetje in op de scheikundige achtergrond. We gaan aan de hand van die emissie- en absorptielijnen gaan we kijken hoe bijvoorbeeld wetenschappers exoplaneten kunnen ontdekken en hoe ze dat ding over te weten kunnen komen. En uiteindelijk kunnen we rekenen aan de relatie tussen de frequentie van een foton en zijn energie. Ook al een klein beetje wat we gedaan hebben in die eerste paragraaf, maar nu gaan we een echte formule aankoppelen. Nou, even een beetje door de jaren heen. We moeten het eerst even hebben over hoe zitten die verschillende atomen in elkaar als we iets willen gaan vertellen over wat spectraalanalyse is. Het is namelijk zo dat vroeger werd er gedacht dat een atoom, wisten we wel, dat dat bestond uit positieve en negatieve lading. Maar we wisten op een gegeven moment niet hoe zo'n atoom nou zelf in elkaar zat. Vroeger werd een beetje het plumpuddingmodel, of het krentenbolmodel werd in rekening gehouden. Dat een atoom gewoon bestond uit een soort van wolk aan positief geladen iets. Met daarin dus negatief geladen stukjes, als zijn de krenten of van die plums in je pudding gedeeltes. Nou, het werd dus als een vrij massief iets beschouwd en dat werd op een gegeven moment teniet gedaan toen Rutherford in zijn beroemde experiment, waarin hij dus kleine heliumkernen af ging schieten op een hele grote goudkern. En wat hij merkte is dat een heleboel van die kernen er gewoon dwars doorheen gingen, die interfereerden niet met een bepaald materiaal, maar sommige die werden ineens heel erg afgewogen. Nou, op een gegeven moment waar hij dus achter kwam is dat dat niet die hele positieve lading niet een of andere een hele grote bal was, maar dat dat een hele kleine, hele minieme kern was die ontzettend geconcentreerde positieve lading bevatte. En Rutherford nam aan tot de negatieve lading, alle elektronen, dat die in een soort van wolk om die kern heen zaten. Dat bleek niet helemaal zo te zijn. Meneer Bohr die heeft op een gegeven moment dat model van Rutherford ietsje beter gemaakt. Hij is ervan uitgaan dat er nog steeds een soort van atoomkern in zit, maar dat die elektronen niet soort van random kriskras om die kern heen zwerven, maar dat die dat doen in verschillende schillen. Dat is ook het model wat wij geleerd hebben bij scheikunde, waar je aan de hand waarvan je een heleboel scheikundige eigenschappen kunt verklaren. We gaan zien dat dat nog niet helemaal natuurkundig compleet is. Wanneer we het gaan hebben over kwantum, zullen daar nog kleine aanpassingen aan gemaakt worden. Wat Bohr in ieder geval gezegd heeft, is dat elektronen die bevinden zich in bepaalde energieniveaus, bepaalde schillen. Wij kunnen ze de energieniveaus NS1, NS2, NS3, 4, 5, 6, 7, etc. noemen. In de scheikunde ken je ze als de K, L, M, N schillen enzovoort enzovoort. Hoe dichter je bij de kern zit, dus de K-schil, oftewel NS1, hoe lager de energie van het elektron die daarin zit. Wat blijkt nou is, elektronen kunnen namelijk niet op elke random plek, niet elke afstand van de kern zich bevinden. Wat we namelijk achter gaan komen is dat elektronen zich op kleine schaal ook een klein beetje gedragen als golven, en beter gezegd als staande golven. We hebben het hoofdstuk over trillingen en golven namelijk gezien dat een staande golf maar op bepaalde specifieke golflengtes kan optreden. Als je gaat kijken naar de golf die op kan treden in een snaar die aan beide kanten is ingeklemd, zul je zien dat er maar een speciaal soort golflengtes op kan treden waarbij de golf niet zichzelf uitdooft. Nou, het blijkt ongeveer ook, ik ga er heel kort door de bocht doorheen, ongeveer ook hetzelfde een beetje zijn als een elektronen die zich in bepaalde schillen bevinden, die kunnen zich maar op een bepaalde afstand bevinden, dat dus de golf van het elektron zichzelf niet uitdooft. Daarover later meer. Maar het blijkt dus zo dat er dus specifieke energieën horen bij elektronen die in schillen zitten. En hoe verder ze, hoe dichter ze bij de kern zitten, hoe minder energie ze hebben en hoe liever eigenlijk een voorwerp daarin wil zijn. Wat we namelijk zien, is dat de voorwerp het liefst in een soort van rustpositie bevindt. We zien vaak ook voorwerpen die zich eigenlijk in een zwaartekrachtsveld bevinden, die zijn geneigd om naar beneden te vallen, waar ze dus het minst potentiële zwaarte-energie hebben.
En dus een elektron die kan eigenlijk alleen van zijn ene, van zijn KLM-schijn of van zijn, ja, zoals we die dan natuurlijk kunnen dan even gaan noemen, die NS1, NS2, kunnen ze alleen overgaan van die ene schil naar de andere, wanneer ze dus een specifieke hoeveelheid energie opnemen of afstaan. Dat is belangrijk om te onthouden. Wanneer we dan gaan kijken naar het allersimpelste atoom wat wij kennen, namelijk waterstof met één proton en één elektron, zouden we al in een soort van vrij simpele wiskundige formule iets kunnen zeggen over hoe die energieniveaus zich gedragen. We kunnen namelijk zien dat het energieniveau behorend bij een bepaalde schil N, en dat kan dus zijn NS1 zijn grondtoestand, of NS2 zijn soort van zijn L-schil, zoals je die kan kunnen noemen, de energie die hoort bij een bepaalde level, kun je berekenen aan de hand van de volgende formule, dat is min die 13,6 gedeeld door N kwadraat. Die 13,6 is een soort van de energie die heeft in een grondtoestand. Daar staat een minnetje voor, omdat er op een gegeven moment aangegeven staat dat je een bepaalde hoeveelheid energie erbij moet optellen, zo gauw er dus geen binding meer ontstaat tussen het elektron en het atoom zelf. Dus als je gaat kijken naar een elektron in zijn grondtoestand bij een waterstofatoom, zou je 13,6 elektronvolt in energie moeten toevoegen om het elektron uit het rooster, uit het atoom zelf te wippen. Nou, dus op een gegeven moment als je dan gaat kijken van wat is nou de energie die hoort bij NS2, zul je dus zien dat je hier 2 kwadraat moet invullen, min 13,6 gedeeld door 4, kom je dus uit op min 3,39 elektronvolt. En steeds verder, totdat je op een gegeven moment uiteindelijk richting die 0 elektronvolt komt. En dat is dus op het moment dat een elektron uit een schil kan ontsnappen. Dus wat we hierbij zien is dat er specifieke energieverschillen zitten tussen de ene en de andere schil. En dat die energieverschillen dat die steeds kleiner worden naarmate jij verder weg van de kern afgaat in hogere schillen. Nou, wat je op een gegeven moment hier, wat we hier nog een beetje bij moeten weten, is voordat we dus iets kunnen gaan zeggen over wat dit nou te maken heeft met sterren, zien we dus eerst dat zo gauw dus een elektron van de ene schil naar de andere schil springt, dat er dus op een gegeven moment een klein beetje energie bij kan vrijkomen. En die energie die komt vrij in de vorm van elektromagnetische straling. Nou, en de specifieke hoeveelheid energie die elektromagnetische straling heeft, dat foton, dat lichtdeeltje wat we daarbij kunnen aangeven, berekenen we aan de hand van de volgende formule. Dus de frequentie van zo'n foton die is afhankelijk van de H, wat wij de constante van Planck noemen, dus een natuurconstante, heel klein getal, 10 tot de macht min 34 uit mijn hoofd, en die is afhankelijk van zijn frequentie. Zoals we eruit zien, dus we zullen op de volgende manier de energie van een foton kunnen berekenen aan de hand van die constante van Planck en de frequentie die dat ding heeft. Waarbij we dus zien dat de frequentie en de energie, dat die recht evenredig met elkaar zijn. Je kunt hem ook op de volgende manier zijn een keertje kunnen gaan beredeneren. We schrijven die frequentie anders op. We hebben gezien dat C is lambda maal F. Dus die F-frequentie anders omschrijven, krijg je deze formule daarbij zelf. Probeer dat maar even voor jezelf als het nu te snel gaat. Waarbij we dus ook kunnen zien dat die frequentie van een foton omgekeerd evenredig is met zijn golflengte. Dat wil dus zeggen dat hoe kleiner de golflengte is, hoe groter de hoeveelheid energie van zo'n foton zelf. En dat komt ook weer een klein beetje overeen met wat we eerder nou gezien hebben. We hebben dus gezien dat wanneer rood licht wordt uitgezonden door een ster, dat ook dat is een grote golflengte, een lage frequentie, en dat hoort dus ook bij de lage temperatuur. Dus er wordt eigenlijk licht uitgezonden met relatief weinig energie. Blauw licht, daar zul je zien dat de golflengte een stuk korter is, dat dus de energie van het lichtdeeltje ook een stuk hoger is. En dat is handig om daarbij even te onthouden. Dus wat we daarbij zien is dat er dus verschillende hoeveelheden energie zijn van de verschillende schillen binnen in een atoom. En dat je dus energie, dat ze specifieke hoeveelheden energie moeten opnemen, elektronen, of specifieke hoeveelheden energie moeten afstaan om van de een naar de ander te komen. Omdat al die verschillende energieniveaus natuurlijk bij verschillende atomen anders zijn. Dit is alleen hoe het aangegeven staat bij waterstof, maar bij helium, bij beryllium, bij whatever er nog meer komt, bij lithium, dan zul je zien dat die specifieke energieniveaus net iets anders zijn. Wat kunnen we hier nou mee? Nou, wat is nou de relatie tussen dat verschillende energieniveau en uitgezonden straling? We hebben net al aangegeven dat jouw NS1, jouw grondtoestand, is de toestand waarin dus die elektronen het liefst willen zijn. En over als die schil niet vol zit, zul je dus zien dat elektronen hun energie willen afstaan en naar een zo laag mogelijke schil willen toegaan. Dus zo gauw elektronen, zo gauw er ruimte is in een lagere schaal enzovoort, terug kunnen vallen, zul je dus zien dat ze dat doen onder uitzending van een specifieke hoeveelheid energie. We hebben dus net kunnen zien bij waterstof hoeveel dat is, om bijvoorbeeld van NS3 naar NS2 terug te vallen.
En er zal dus een specifieke hoeveelheid energie worden uitgezonden en die zal worden uitgezonden in de vorm van elektromagnetische straling. Wat ik er dus uit kan zien is bij elke energieovergang, dus elk elektron dat bijvoorbeeld naar een lager energieniveau toe gaat, zal een specifieke hoeveelheid energie zal er worden uitgezonden. En hoe groter eigenlijk het stap is die terugvalt, want van NS3 naar NS2 zal een relatief klein hoeveelheid energie bij zijn. En als je bijvoorbeeld hier van NS6 naar NS2 terugvalt, dan zal er een groter energieverschil in zitten, waar dus ook de hoeveelheid, dus de energie van het foton die wordt uitgezonden, ook een stuk groter is. Dus wat we daarbij zien is hoe groter de stap in het energieniveau is, hoe groter de energieniveau, hoe groter de frequentie en hoe kleiner dus de golflengte van het uitgezonde dingetje elektromagnetische straling. Omdat dus elk, andersom geldt dat natuurlijk ook zo, als een elektron kan ook aangeslagen raken, zoals we dat noemen, die kan dus ook in een aangeslagen toestand komen dat die energie opneemt, en dan zou die bijvoorbeeld ook van het laag energieniveau, doordat die dus wordt geraakt door een foton, naar een hoger energieniveau springen. Als bijvoorbeeld dus een elektron in NS2 zit, en hij zou op een gegeven moment licht opnemen met een golflengte van 434 nanometer, zal hij dus van NS2 naar NS5 kunnen springen. En dan zal hij dus vanuit het invallende licht, zal hij dus die blauwe lichtstraal, zal hij absorberen zelf. Als dat 433 of 432 nanometer is, zal hij hem niet absorberen. Het gaat om die specifieke hoeveelheden verschillen in energie tussen de verschillende cellen. Zo gauw je dus die 434 nanometer aan licht heeft geabsorbeerd, zal zo'n elektron in zijn toestand van NS5 zitten. En over verloop van de tijd zal die op een gegeven moment teruggaan naar zijn grondtoestand, toestand met het minst hoeveelheid energie, en zal die dus vervallen. In één keer, bijvoorbeeld dus direct van 5 naar 2, of bijvoorbeeld de stapjes van 5 naar 4, van 4 naar 3, naar 3 naar 2. En zal die dus steeds een klein beetje energie uitzenden in de vorm van speciale frequenties aan licht. Dus op een gegeven moment door te gaan kijken wat nou welke frequenties bepaalde materialen nou absorberen of uitzenden, zul je dus op een gegeven moment heel veel kunnen zien aan hoe de moleculaire opbouw is van zo'n stof. Waar zitten zijn energieniveaus en waar is zijn NS1, zijn NS2 enzovoort. Nou, dit is een beetje waar we naartoe willen gaan. Dit ging over de absorptiespectra. En wanneer je dus licht door een bepaald materiaal heen laat zenden. Dus bijvoorbeeld als we weer gaan kijken naar hier naar waterstof. Als je daar nou licht met een continu spectrum, dus waar alle kleuren in zitten, als je dat nou door een waterstofwolk heen laat schijnen, zul je dus zien dat hele specifieke frequenties hier in het donker aangegeven, dat die dus worden geabsorbeerd. En je zult daarbij zien hoe complexer zo'n atoom is, dus hoe meer elektronen die eigenlijk heeft en hoe meer verschillende schillen die daarbij heeft, kun je dus op een gegeven moment, zou je dus iets kunnen zeggen over de verschillende opbouw. Dus hoe meer verschillende energieniveaus en meer verschillende elektronen zo'n materiaal heeft, hoe meer overgangen eventueel geabsorbeerd kunnen worden. Dus dit noemen we absorptiespectra. Jij zendt licht uit op een bepaald materiaal en je gaat van even kijken welke specifieke frequenties aan licht worden erbij geabsorbeerd. En dan weet jij dat die corresponderen met dus verschillende energieniveaus van de KLM-schillen, NS1, NS2, NS3 enzovoort. Zo zou je dus op een gegeven moment een soort van handtekening van een bepaald soort materiaal kunnen vinden. En als je nou kijkt van licht wat wordt verzonden, wat wordt uitgezonden van bijvoorbeeld een of andere ster, zou je dus op een gegeven moment iets kunnen zeggen aan wat voor materialen passeert dat licht doorheen, wanneer die dus vanuit die ster naar ons toe gaat. Daar later over meer. Nou, je kunt het andersom ook doen als we het gaan hebben over de absorptiespectra, dus degene die ze absorberen, zou je natuurlijk ook hetzelfde kunnen zeggen over de emissiespectra. Als ik namelijk ga kijken naar welke golflengtes waterstofgas nou als het ware uitzendt, zullen dat precies die golflengtes zijn die corresponderen met de overgang van NS5 naar NS2 of van NS5 naar NS1 bijvoorbeeld. En die zul je ook hier heel goed kunnen zien. En die absorptiespectra en die emissiespectra, die zijn eigenlijk precies elkaar tegenovergesteld. En je kunt dat verklaren omdat dus de absorptiespectra zal dus energie worden, specifiek hoeveelheid energie worden opgenomen om naar een hogere schil te gaan. Bij emissiespectra zullen die specifieke hoeveelheid energie ook worden uitgezonden om de omgekeerde weg te bewandelen. Nou, wat kunnen we hier nou mee uiteindelijk? Dat is waar het een klein beetje om gaat. Je zou dus op een gegeven moment kunnen zien dat het licht wat een ster uitzendt is altijd continu. Dat is altijd een continu spectrum, bijvoorbeeld de zon. Als je dat licht door een prisma zou scheiden, zul je zien dat het een continu spectrum is. Wanneer je die zon nou op een gegeven moment dus door dat licht van de zon door een bepaalde gaswolk heen laat staan, kun je datzelfde licht ook wel scheiden en zul je zien dat er binnenin
dat die wolk, dat er daar absorptie is opgetreden. Aan die hand van die absorptie kun je dus op een gegeven moment aangeven van, nou oké, wat voor soorten materiaal zijn er aanwezig in die golf? Dus dat zouden we als eerste mee kunnen doen, dus identificeren. Ook wanneer je gaat kijken naar het licht wat zelf wordt uitgezonden door zo'n gaswolk, zou je iets kunnen zeggen over de hoeveelheid materiaal wat erin zit. Als ik namelijk ga kijken naar die gaswolk, zie ik daar alleen de emissiespectra en kan ik ook zien, kan ik een beetje de handtekening zien van het materiaal wat erin zit. Nou, wat heeft dat nou te maken met exoplaneten? Je hoort wel eens vaker dat er wetenschappers op zoek zijn geweest of dat ze zeggen, well, we hebben een planeet gevonden waarop leven mogelijk is. Nou, en het is natuurlijk, het is dan vaak een planeet wat honderden of duizenden lichtjaren ver weg is, maar ze weten dan wel vaak goed te zeggen van, nou, er zit in ieder geval bijvoorbeeld zuurstof in de atmosfeer. Hoe kunnen ze dat nou zien? Nou, als je bijvoorbeeld nou gaat kijken naar die ster waar zo'n exoplaneet omheen draait, en je gaat kijken naar dat licht, wat op een gegeven moment dus op een heel klein gebiedje, op het moment dat je de ster zo hebt en de exoplaneet draait er even voor, komt er dus licht door die atmosfeer van die exoplaneet heen, en dat kun je meten. Als je dan even snel gaat kijken van, joh, welke handtekeningen zijn er op dat moment te zien in het licht wat van die ster vandaan komt, en je vergelijkt dat met wat de handtekening van het licht van die ster normaal is, kun je dus goed iets zeggen over de atmosfeer van die verschillende planeten. Dus even kort samengevat, wat hebben we nou gezien? We hebben nou gezien dat atomen zijn opgebouwd uit verschillende schillen en dat elk atoom zijn specifieke hoeveelheid energieniveaus heeft waar dus zijn elektronen zich op bevinden. Wanneer zij dus licht van een bepaalde golflengte absorberen, zoals een elektron, van een lage energietoestand gaan naar een hogere energietoestand, een schil verder weg van de kern. En andersom geldt dat ook. Als zo'n elektron energie afstaat, zal je dat dus ook doen tijdens het uitzenden van specifieke hoeveelheden energie. Wanneer we gaan kijken, elk verschillend materiaal heeft zijn eigen handtekening. En we noemen dat bijvoorbeeld wanneer het licht wordt geabsorbeerd, noemen we dat absorptiespectra. En wanneer licht wordt uitgezonden, zijn dat de emissiespectra. En je kunt dat bijvoorbeeld gebruiken om dus zo'n planeet te bekijken. Heel veel succes met de verwerking en ik zie jullie graag terug voor de volgende. En tevens de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. Doei!